Met een zwevend bureau geef je jouw thuiswerkplek gemakkelijk een stijlvolle uitstraling. In deze video leggen we stap voor stap uit hoe je dat aanpakt. Voor deze klus heb je nodig een waterpas, een schuurmachine, een decoupeerzaag, een accuboormachine, een klopboormachine, verfroller en kwasten, rolmaat en potlood, een winkelhaak, een gatenboor, lijmklemmen, bijts of vernis, zware plankdragers, houtlijm en schroeven, multiplex underlayment, afdekfolie en schilderstape, constructiepluggen en zeskante schroeven en kabeldoor voor doppen. In dit stappenplan maken we een zwevend bureaublad van 244 bij 70 centimeter uit twee platen multiplex underlayment. Leg een dekentje op de vloer om deze te beschermen. Gebruik twee schraagdennen om de platen op te leggen. Je gaat met de onderkant beginnen. Breng gelijkmatig lijm aan op de randen van de plaat. Smeer de lijm uit met een kwast. Breng in het midden van de plaat ook lijm aan. En smeer dit weer uit met een kwast. Leg nu de tweede plaat neer. En zorg dat de platen netjes op elkaar aansluiten. Zet met lijmklemmen de platen op elkaar vast. Doe dit in de hoeken, maar ook in het midden. Bepaal hoe diep je gaat voorboren en plak je boor af met een stukje tape. Teken de boorgaten af. Boor voor totdat het tape het hout raakt. Schroef de platen aan elkaar vast. Nu ga je een extra lat plaatsen om het bureaublad een dikkere en stoere look te geven. Leg de lat van 244 bij 10 cm klaar. Haal de voorste lijmklemmen weer weg. Breng gelijkmatig houtlijm aan op de lat. Draai de lat om en zorg dat de randen aansluiten. Als alles netjes aansluit, zet je de rand vast met lijmklemmen. Boor gaten voor en schroef de voorste rand vast. Herhaal dit voor de latten van 60 bij 10 cm die aan de zijkanten komen. Als alles vastgeschroefd zit, haal je de lijmklemmen weer weg. Bepaal en meet nu waar je de plankdragers wilt hebben. Plaats deze op gelijke afstand van elkaar, zodat het gewicht goed verdeeld wordt. Schrijf de maten op. Draai nu het blad om met de bovenkant naar boven en de achterste rand richting de muur. Gebruik een klein rond object, zoals een muntje, om de ronding op de rand af te tekenen. Zaag de ronding af met een decoupeerzaag.
schuur nu alle afrondingen, oneffenheden en randen mooi glad met een schuurmachine. Vergeet niet om ook de onderkant van de rand glad te schuren, want daar zit je met je benen tegenaan. Nu kun je gaan bepalen waar je de gaten voor de kabels wilt hebben. Deze gaten dek je af met kabeldoorvoerdoppen. Zo kunnen kabels en snoeren snel en netjes van het bureau weggeleid worden. Boor de gaten voor de kabels met een 60 mm gatenboor. Schuur daarna de randen weer glad. Het bureaublad is nu klaar om opgehangen te worden. Meet de afstand en hoogte waarop het bureau moet komen en teken dit af op de muur. De meeste bureaus hebben een hoogte van 75 centimeter. Plaats een plankdrager op de afgetekende hoogte en zet deze loodrecht met behulp van je waterpas. Teken de boorgaten af. Bij dit stappenplan zet je de plankdragers vast met 2 pluggen per plankdrager. Boor nu de gaten met een klopboormachine. Gebruik een hamer om de pluggen in de gaten te krijgen. Gebruik nu de accuboormachine om de plankdrager met 6-kantschroeven vast te zetten. Tip: teken de tussenafstand op je waterpas af, zodat je de rolmaat niet steeds nodig hebt. Plaats nu de tweede plankdrager loodrecht op de muur en herhaal de vorige stappen. Zo monteer je alle plankdragers op de muur. Pak het bureaublad van de schragen en plaats het op de plankdragers. Druk het bureaublad goed tegen de muur. Schroef nu aan de onderkant het bureaublad vast aan de plankdragers. Controleer of het bureaublad stevig vastzit. Maak het bureaublad stofvrij. Plak de muur strak af met schilderstape. Gebruik wat afdekfolie om je vloer te beschermen. Roer de panzervernis goed door. Breng de vernis laag voor laag aan om het bureaublad goed te beschermen. Gebruik minstens 3 lagen en schuur het hout tussendoor even licht op voor een strak resultaat. Een zwevend bureaublad maken? Zo doe je dat. Bekijk voor meer informatie het stappenplan op praxis.nl.